heb je dit kunnen bewerkstelligen, dat het zo gekrompen is. Het lijkt van de droogte, dit stukje. Is dat niet bewust gebeurd? Deels wel, maar het is eigenlijk ontstaan door... we dat heel lichtgewicht vullen van alabastine. De naam zo weet ik niet meer, maar dat is heel licht. Dus als het opgedroogd is, is het bijna net piepschuim, zeg maar. Dat hebben we gebruikt in combinatie met weer wat gips en zand. En we hebben van alles zitten experimenteren. Want al die steentjes die je ziet, dat is eigenlijk zand. Steentjes uit, hadden we een emmertje uit Zuid-Frankrijk weer meegenomen. En zo combineer je van alles. Ik spaar zand overal gedaan, maar als ik iets over heb, dan wil hij het ook hebben. Ja. Dat je helemaal niks doet. Is natuurlijk wel even een dikke beetje. Ja, we hadden hem ook weer afgedekt. Dus als je langs had gelopen, had je hem ook niet gezien. Nee. Dat had gewoon een hoes overheen. Ja, ze moet ik er alles weer afhalen. Prijzer heeft kangoeroes. Die hebben altijd een hele dierentuin kun je maken van prijzen. Hiernaast die Afrikaanse baard, die koelprijzenfiguren, olifanten, het is allemaal. Ja, precies. Het enige wat ik gedaan heb, is maar één type kangoeroe. Ja, dat is Vipassant. Dus ik heb ze allemaal verbouwd. Maar de föhn, dan de kop de andere kant op gedraaid, de staartjes. Ze zijn allemaal zwanger, allemaal met een klein kangoeroetje uit de buidel. Die heb ik bij de meeste ook weggestreken. Een beetje overdreven. Dus ik heb ze allemaal wel verbouwd. Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar ja, verbouwen is makkelijk, ik bouw zelf kangoeroe. En alle ouders hebben het moeten veranderen, want er zit er geen eentje echt uit alsof die zomaar aan het doosje komt. Nee, maar dat komt omdat echt Australische ouders niet aankomen. Je hebt ook eentje naar die rooien, dat is een echt op kunnen gaan. En die heb ik ook wel allemaal gestuurd in onderwijzen. En de boutjes en de boutjes en de boutjes, dat zijn wat echt Australische boutjes. De stations heb ik zelf gebouwd. Ik had een foto gezien van zo'n station. Nee, die foto was uit 1913 en dat was toen nog een valsweg. De plaat van de staat echt voor. Dat lijkt dit helemaal niet. Leuk, dat lijkt het. Het plaats van, we moesten een leuke naam hebben. En dan wordt de kaart in de outback. Ja. Ook al doen, dat is wel leuk. Maar toen we begonnen, toen hadden we zo'n outback somewhere down there. Oma! I hope so.